Vandaag zijn we weer terug op mijn wineblog. Maar, wat? Wie zie ik daar nou staan op mijn eiland? Wacht. Volgens mij staat Santino daar op mijn wineblog. Ja, dames en heren, je raadt het goed. We gaan vandaag wineblog doen met Santino. Hey, Mick! Hey, Santino! Ja, Santino, welkom op mijn wineblog. Het is al groot hoor, Mick. Ja, dit is niet meer één blokje. Kijk, hier hebben we mijn geweldige wanblok. Jij mag ook even in mijn chester kijken. Oeh. Weet je, jij bent een goede vriend van mij. Pak gewoon alles wat je wilt. Oeh. We hebben hier in het huis hebben ook zeker nog een chest. Daar moet je wel even afblijven van de diamonds. Want de diamonds vind ik wel heel erg leuk. Diamonds? Ja, de diamonds hebben we ook nog. Daar moet je niet aankomen, AUB. Oh, jammer. Die spaar ik. Daar wil ik er nog even wat meer van. Voor de rest mag je gewoon alles pakken. Oké. Dat ga ik ook zeker even doen. Kijk, mijn doel voor vandaag is dat jij gewoon ook een huisje hebt op mijn wineblok. Oh, dat vind ik lief van. Ja, ik ga even kijken of dat gaat werken. Ja, want ik denk dat hier nog een lekker plekje is. Denk ik. Kijk, dat moet je even weghalen dan. Maar ik denk dat je hier wel een mooi plekje kan bouwen voor een huis. Dus ik geef jou deze axe hier. Dan kan jij ondertussen wat bomen hakken. Ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Zeker. En dan ga ik even een iron pickaxe maken ondertussen. Want we moeten natuurlijk de one block wel verder gaan hakken. Ja, is goed. Hé, maar wil je me wel helpen met die spinnen verjagen, Mick? Ja, ik ga jou zeker straks helpen. Ik heb al een lekker zwaardje. Ik zal ook gelijk even een zwaardje voor jou maken. Dan heb jij ook een zwaard. Want het kan dus ook zijn dat er opeens bijvoorbeeld een creeper of een skelet of wat dan ook. Misschien is het zelfs een ender dragon. Je weet het niet. Uit mijn one block komt. Hier, ik heb jou een zwaard gegeven. Ga jij ondertussen hout verzamelen. Dan ga ik lekker deze one block hakken. Ja. Want we hebben al twee diamonds. En uit deze versie van de one block, want je krijgt de hele tijd een nieuwe fase. Komen diamonds, zeg maar. Hier, kijk. Ik krijg nu opeens een dolfijn. Zie je dat? Oh, nee! Skippy! Arme Skippy. Oh. Maar het is allemaal verschillende diamonds, of allemaal verschillende fases. Dus hakken wij nu, zeg maar, waarschijnlijk dit blokje nog een stuk of 500 keer. Dan komen we in een nieuwe fase terecht. Ik heb nou alleen geen axe meer. Die heb jij. Wil je een axe hebben? Hier, alsjeblieft. Ik maak wel een nieuwe. Oké, maak jij maar even een nieuwe. Dan komen we weer in een nieuwe fase en dan krijg je weer nieuwe oren. En op dit moment krijgen we dus waarschijnlijk heel veel zeeoors. Want je krijgt allemaal dingen die in de zee zitten, maar ook gewoon diamonds te vallen. En oh nee, een pufferfish. Oh nee. Snel naar binnen. Oh nee. Oké, we moeten hem samen killen, Stino, samen. Okay, ik kom eraan. Ah, je kan hem ook van het eiland afslaan. Oh, hij is echt heel sterk. Hij is ook op mij geconcentreerd. Nee! Oh mijn god, ik ben gewoon dood. Ik ren! Nee. Oh nee, ik ga hem killen voor je. Ik ga hem killen voor je. Kom op, ga eraf! Nee! Wat heb je eten, Mick? Ik heb eten. Oh ja, hier, visjes. Oh, ik wil mijn spullen. Even achter dit verstoppen. Waar is mijn zwaard? Ik zei het je, dit is echt niet leuk. Mick, ik heb hulp nodig. Go, go, go! Kom, pak jij hem. Oké, nu concentreert ze op jou. Dan kan ik hem weer slaan. Oh nee. Wat? Ja, hij is weg. Hij is gevallen. Zo. Hij heeft me met ene mining faddekie. Ja, ik heb dat ook. Oh, en weet je wat mining faddekie is? Oh, nu hak ik super traag. Oh, nee. En dit is 5 minuten lang. Nou kan je gewoon die one block niet hakken. Dat is echt zo vervelend. Oh. Ja, wat we dan wel ondertussen kunnen doen, is gewoon alvast jouw eiland gaan bouwen. Want dat is wel handig om alvast te gaan doen. Ik zou ook even deze mine hier of deze farm hier gaan farmen. Dan hebben we ook wat eten, want ik heb best wel honger. En ik heb ook best wel wat damage gedaan net. Ik denk dat jij ook wel wat nodig hebt, of niet? Ja, ik begin nu een beetje trek te krijgen, hoor, Mick. Ja, ik maak wel gewoon wat brood voor ons. Lekker. Ja, lekker broodje. Ik heb nu 9 brood. Even kijken. Ja. Dat krijg jij er van mij zo. Lekker broodje. En dan gaan we even lekker eten. Jij hebt genoeg hout, denk ik, of niet? Ik heb wel wat hout. Ik heb denk 18 stuks hout. Oké, wacht. Ik doe dan altijd met die oak planks. Daar maak ik zeg maar oak slabs van. Als jij die oak planks even naar oak slabs doet, dan kan ik een platform. Kunnen we samen het platform groter maken? Als we gewoon samen bouwen, dan hebben we dit zo gedaan. Ik denk als we gewoon tot zeg maar het stenen eiland bouwen. Ja. Dan heb je echt wel gewoon veel. Oké, dat gaan we dat doen. Hoeveel oak slabs heb jij? Ik heb er 45. Wil je een helft? Ja, geef mij maar de helft. Yes. Alleen die spinnen zitten de hele tijd in de weg, Mick. Ja, die spinnen die vallen je niet aan. Het is daglicht. Oh ja, nee, ze komen wel naar ons toe. Nee. Kijk, en weet je wat je ook gewoon kan doen? Dit. Oh, ja, dat is waar, maar ik ben gewoon heel erg bang. Ja, weet je, ik niet. Dus ik help je. Oké. Kom op, hoppa. Pap, pap, hey, doei. Ja, joh, spinnen zijn niet zo eng. Gelukkig. Dit is go, en dan doen we nog zo. En dan heb jij op zich wel een platformpje om iets te bouwen. Helemaal top, Mick. Oh, ik ga hier het mooiste huisje bouwen. Ja, dat moet je echt doen, hè. Want ik wil geen lelijke huizen op mijn eiland. Kijk, ik moet er wel naar kijken.
Ik probeer het, Mick. Ik ga het proberen. Oké, even kijken. Misschien hebben wij ook nog wat in de chest waarmee je een huis kan bouwen. Oh, ik heb hier nog heel veel oakslabs. Ik heb hier nog 44. Oh, die kunnen we heel erg goed gebruiken. Ja, oké, dan kunnen we dit nog groter maken. Maar heb jij veel stenen, Mick? Dan moet je even kijken. Ik heb ook nog een ondergronds gebied waar allemaal chesten staan. Ga daar even kijken. Ja, misschien ergens moet denk ik wel steen zijn. Anders misschien in mijn huis heb ik nog waarschijnlijk een chest. Anders moeten we het van de one block krijgen. Maar we minen nu 5 minuten heel slow. Dus dat raadt een beetje lastig. Oh, stomme guardian. Ja, echt hoor. Dit is echt niet leuk. Oké, heb je stenen? Ik heb maar 15 stuks gevonden. Oh. Zouden we daar wat mee kunnen doen, Mick? Dat wordt niet heel veel. Nee, ik denk het ook niet. Ik ben wel even aan het kijken naar het voorbeeld van jouw huis. Want ik wil misschien zo'n huisje bouwen. Ja, even kijken. Wat kunnen we nog allemaal doen? We kunnen sowieso... Ja, we moeten even wachten. Nog een minuutje en 30 seconden. En ik heb ook maar één bed. Dus dat is een beetje vervelend. Dus we kunnen ook niet gaan slapen. Oh, vervloekt. Ja, echt hoor. Dus we gaan gewoon even wachten, dames en heren. Totdat dat mining fetch key weg is. Want dan kunnen we gewoon weer door. Op dit moment kunnen we gewoon helemaal niks. Oké, de vloek is weg, Saltino. We kunnen weer lekker door met hakken. Ik ga gewoon lekker door. Ik denk, weet je wat een leuk idee zou zijn trouwens? Ja. Nou, van deze blok, van deze one block nu, deze fase krijg je zeg maar... Ja, hak jij dit maar even. Van deze fase krijg je heel veel, zoals je ziet, van die... In deze one block krijg je heel veel van die aquariumblokken, weet je wel, die je onder water krijgt. Dus ik dacht, waarom maak jij gewoon niet een huis in die stijl? Dat kan, als je dat wil. Kijk, ik heb hier namelijk al 26 van die blokken. Ik heb 60 van deze. Oh, dat ging niet goed. Ik wou ze aan jou geven. Kijk, dit. En dit. Ja. Hier kan je denk ik wel wat leuks mee. En ik denk dat er volgens mij nog wel een paar in chesten liggen. Kijk, in deze chest ligt er... ik neem ze ook. Dus ik denk, nou ja, misschien op die manier heb je dan gewoon een hele andere stijl, weet je wel. Dat lijkt net alsof ik in een aquarium zit, Mick. Ja, maar het is wel creatief, weet je. Ja, je kan gewoon een steen huisje bouwen. Oh nee, beware. Een monster park. Oh my god. Oh god, oh god, oh god. Oh god. Nee. Kom binnen, kom binnen, kom binnen. Oké, hoe gaan we dit oplossen? Een monster park. Volgens mij viel er al eentje, of niet? Oh, er vielen er een paar. We kunnen hier door het raam kijken. Nee, niet weer die mining factory. Ik ben er klaar. Oh, ik ben er al. Ik ga die eraf slaan, jongen. Echt, doei. Oké, die is weg. Die komen. Oké, die Guardians zitten lekker hier in het... Oh, dit is easy, bro. Dit is echt easy. Ja, maar dan hebben we weer dat we slow minen, Mick. Ja, dat is zeker waar. Weet je, als deze monsters wegrijden, dan gaan we gewoon even 5 minuten wachten. Want ik ben er helemaal klaar mee. Jongens, dit is echt heel erg vervelend. Oké, we moeten gewoon weer 5 minuten wachten. Weet je, wat kunnen we anders doen nu? We laten gewoon lekker in het huis hier gaan wachten. En dan zien we jullie weer zo. Want ja, we kunnen gewoon echt helemaal niks nu. Oké, we zijn weer 5 minuten verder. Nou, het is weer uitgewerkt hoor. Lukt maar. Ja, dit is echt dat lang. Dit is echt zo vervelend. Kan jij dit oppakken trouwens? Kan ik oppakken? Ja, je hebt het al opgepakt, denk ik. Een sponge. Kijk, dat kan je ook nog in je huis werken. Uit hoor, Mick. Want straks val je dood. Ja, dit moet wel even gefixt worden. Ik fix het wel even hoor. Doe het wel op deze manier. Boom, 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 boom. Boom, boom. Hoppa. Zo, kijk eens aan. En dan hakken we dit weer. Let's go. Oké, ik hoop niet dat er even geen monster party komt. Mijn inventory is trouwens vol. Dus jij krijgt waarschijnlijk alle blokken die hier liggen als je hier overheen loopt. Maar, oh nee, weer een pufferfish. Nee, 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 kom. Nee, nee, nee. Oh, vervelend, vervelend. Oh mijn god. Nee. Nee, Mick. Oh mijn god. Ik ben gewoon weer dood. Oh mijn god. Wat is dit trouwens een mega grote boom dat je daar hebt? Ik heb mijn tactieken. Heb jij je tactieken? Ik heb tactieken, Mick. Ik heb namelijk hier allemaal spruce siblings. En die moet je allemaal bij elkaar doen in een vierkantje. Waar heel veel van mijn spullen zijn weg. Heb jij die toevallig nu? Nee. Oh mijn god. Ik had... hier in het water of zo. Ik weet niet waar ze liggen. Misschien zijn... Oh, ze zijn hier allemaal van het eiland afgevallen. Ah, super nice. maakt niet uit. Ik plaats hier wel even 2 chesten. Leg ik daar weer al mijn spullen in neer. Gelukkig hebben we aardig wat spullen. Dus ik kan het overleven. Jongens, we hebben weer dus die vloek over ons heen. Dat we dus 5 minuten sloom kunnen hakken. Ik word echt helemaal paranoia van. Maar we hebben... Oh. Nee, trouwens. We hebben nou best wel wat materials van, zeg maar die Aquarius dingen. Klopt. Kunnen wij daar niet samen een leuke huis voor jou van bouwen? Ja, ik denk het wel. Het is niet heel gek veel, maar... Kijk, je hebt dit. Wat. Dit is de Prismarine. En wat heb je nog meer? Ik heb hier nog Dark Prism ding. Daar heb je er 10 van. Je hebt er niet meer. Ja, hier Prism Blocks. Ja, die heb je alsjeblieft. Ook.
Even, dit was het. Dat was het, ja. Ja, ik heb nog wel iets meer van die prism gebeuren. Oké, waar? Hier zit nog Dark Prison. Zit hier nog wat in? Hier heb je nog Dark Prison in. Ja. Even kijken. Het is wel vet om iets in die stijl... Ik vind het wel een leuk idee. Jij niet dan? Ja, ik vind het apart. Ik moet eraan wennen, maar misschien kunnen we er wel wat vets van maken. Waar heb je de minste blokken van? Heb je nu al die blokken aan mij gegeven? Nee, ik heb het minste van de Dark Prism. Dan kan je die misschien... wacht. Oh, nee hoor. Nu hebben we... Kijk wat we nu hebben. We hebben 33 van die Dark Prism, 32 van deze en 21 van die Prism Bricks. Dus ik dacht, misschien kan je die Prism Bricks als een soort van de zijkanten bouwen. Want die heb je toch het minste. Dus dat is een soort wat je normaal bij een houthuisje doet, doe je dat zeg maar... Weet je wat, normaal doe je van die spruce logs zo van boep, boep, ja, boep. Klopt, en dan doe je hier zo normaal. Dan kan je dat misschien met die blok doen waar je die de minste van hebt. Zullen we dat doen, Mick? Ja, ik vind dat wel een leuk idee. En ondertussen... Heb ik die vloek nog? En dankjewel nog trouwens dat je hout bij me hebt neergezet, Mick. Want ik kan nog steeds niet snel hakken. Wow, ik heb helemaal niet die vloek trouwens. Hè? Waarom heb jij nou niet die vloek en maar ik wel? Er komt wel dingen van mij vandaan, maar ik... Hè? Wat is dit? Jij hebt Minecraft uitgespeeld. Ik heb Minecraft blijkbaar uitgespeeld. Ik weet niet jongens waarom ik niet die... omdat ik misschien dood ben gegaan. Oh mijn god. Wacht, als jij nou al je spullen hier in de chest doet en je springt gewoon hier naar beneden, dan heb je die vloek ook niet meer. Maar ik wil niet dood, Mick. Ja, oké, dat is wel waar. Maar ik dacht, in Minecraft is misschien wel slim. Oké, we gaan het doen. Ja, toch? Dan heb je ook die vloek niet meer. Oké, dan blijf ik... Oh nee. Oké, misschien ga je toch zo op deze... Doei! Nee, wat doe je nou? Hey, je komt me helpen. Oh nee. Oké, ik heb hier een Iron Sword. Kom op. Hij vecht terug. Hij heeft een Iron Helmet. Peter, krijgen wij die? Nee, die krijgen we niet. Deze hebben ook een Iron Helmet. Kunnen we die krijgen? Nee, we krijgen helemaal niks. Waar is nou weer mijn Iron Zwaard dan? Ja, die had ik gepakt. Dankjewel. Ga jij lekker je huisje bouwen? Ik ben heel benieuwd wat jij krijgt. Ga ik ondertussen door met hakken? Want misschien heb jij gewoon dadelijk meer blokken nodig. En dan heb ik die voor jou. Dat zou wel heel handig zijn. Ja. Ik hoop dat hij ook nog gewoon genoeg blijft produceren, Mick. Wat zei je? Ik hoop dat hij genoeg blijft produceren. Ja, want anders. Ik weet het denk ik wel zeker. We krijgen hier ook een waterbucket. Dus misschien kan je ook iets met water erin doen. Jij wilt echt dat ik een vis word, hè? Ja, ik wil een huisdier. Wauw! Nee, grapje. Ik vond het gewoon een leuk idee. Dan heb jij weer een ander huis dan ik. En misschien als er weer een keer iemand komt hier, dan bouwt hij misschien een huis in een andere stijl wat dan de blok is. Wat, een vijver wil je zeggen? Nee, misschien komt er daarna, weet ik veel, een mushroom stijl huis. Weet ik veel. Ik zeg ook maar wat. Ligt eraan, weet je wel, nu is de fase van het water. Dus dat is toevallig dat jij daar water hebt. Ja. Ik heb meer prismatic blokken nodig. Nou, ik heb aardig alweer wat gehakt. Kijk, hier. Nou ja, het is niet heel erg veel. Maar ik ga gewoon lekker door. Weet je, jij kan weer even door met bouwen. En ondertussen waarschijnlijk als je dadelijk weer blokken nodig hebt, dan heb ik er weer een paar voor je. Echt top zijn. Ja, tuurlijk joh. Komt helemaal goed. Zolang deze one block niet opeens gaat upgraden, want dan krijgen we zeg maar niet meer die blokken die je nodig hebt. En dan heb je een half huis. Ja, dat zou niet heel chill zijn nu. Normaal wil je dat hij upgrade, maar nu moet hij nog even niet upgraden. Nee, inderdaad. Mick, ik heb blokken nodig, maar er zit ook een creeper achter me aan. Een creeper? Oh, nee. Kom hier. Jij kan dit. Tino, jij kan dit. Ik wak gewoon die one block door terwijl jij dit fixt. Lekker, Tino. Lekker. Oké, we hebben weer aardig wat blokken. Oh, ik ga dit even door. Oké, wacht. Hier, kijk eens aan. Hier hebben we prismarine bricks. Hier heb ik... Ik geef ze niet aan jou. Huh? Hier, moet even hier staan. Prismarine bricks, deze krijg je van mij. En ik heb ook nog eens deze. Ja, en super. Volgens mij kan je hier ook nog blokken van maken, maar dat weet ik niet zeker. Ja, ik zal even kunnen... Ik kan even kijken. Het begint er al aardig leuk uit te zien, hoor. Ja, toch? Hier komen de twee duurtjes. Je hebt ook wat chests, die kan je daar ook wel gebruiken. Top. En ik heb dit ook nog voor je. Misschien vind je dit mooier als dak of weet ik veel. Hier, geniet ervan. Kijk, dat is top. Dankjewel. Ja, daar hebben we er echt veel van. Dat zijn er 26. En trouwens, dit kan je ook nog gebruiken. Zo, en dit. En dan kan je glas maken, natuurlijk. Ik heb een oven in mijn huis. Ja. Ik zou wel echt leuk zijn als hij vandaag wel upgrade. Want dan krijgen we toch wel weer een keer wat anders. Dat is eigenlijk wel weer goed geweest. Ik wil nu even door, want volgens mij heb je nog iets meer brokken nodig. Ja. Ik heb heel veel van die prism bricks nodig. Oké, mijn pickaxe is kapot gegaan. Oh nee. Heb jij pickaxe voor mij? Dankjewel. Let's go. Nou, dan gaan we weer lekker door. Even kijken. Ik ga even houten trappen maken. Dan kan ik een mooi dak bouwen. Volgens mij liggen er nog ergens in de chest een houten trap. Twee dan tenminste. Die kan je alvast pakken. Oké. Volgens mij lagen ze in deze chest. Ik zweer het je dat ik ze had gezien. Ja, in deze chest liggen ze. Deze linksachter. Ja, die. Oh nee, maar dat zijn ladders, Mick. Nee. Och, sla hem eraf. Ik ga weg. Ik ga dood.
Oh nee. Nee, ik heb meer! Echt. Ik spring gewoon van het eiland af straks hoor. Ik heb echt geen zin om. Au! Ik leg dit gewoon snel in de chest. Ondertussen dat ik word aangevallen. Oh nee. Heb je hem al dood? Nee, Mick, ik heb hem nog niet dood. Maar ik ben zelf bij. Oh, hij is er ook gevallen. Oh. Nou, studio, ik wil die mining fatigue niet. Doei! Oh, doei, Mick. Ja, echt hoor. Dat is ook helemaal gek. Ik was level 6, maar dat boeit me niet meer zoveel. Ik moet gewoon niet die mining fatigue hebben, want dan kan ik gewoon helemaal niks voor 5 minuten. Ja, en jij ook niet. Dan word je toch helemaal... Ja, nee, natuurlijk wat? Niet. Oh mijn god, ze spawnen al uit mijn one block, dacht ik. Oh. Dat was wel goed geweest. Oh, oké. We krijgen nu heel veel van die blokken. Dat is chill. Oh, en ik krijg weer hout. Ik wil die blokken! Kom op, one block. Geef me nou die blokken. Die groene moeten we hebben. Die prismarine bricks. Hoe is dat Tino's huis? Ik heb er echt nog maar een paar nodig. Echt een paar maar. Ja, volgens mij liggen ze ook in de chest al onder je nu, waar je op staat. Ga ik even kijken. Ik denk dat er daar al een paar in liggen. Ja, toch? Ik heb wel dark prismarine, maar niet de brick. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb alleen maar die dark op dit moment. Oh, geef ons nou die prismarine blok. Ja, kom op. 3, 2, 1, pap. Nee, we krijgen hout. We krijgen nu heel veel hout. Weet je, als je... Normaal wil ik die blokken... Oeh, wat is dit? Een musical chest. Inksex, boeken. Wat hebben we eraan? Helemaal niks, maar heel erg leuk. Hij doet ook heel veel kleurtjes laten zien. Het lijkt heel tof, maar ik heb er helemaal niks aan. Ik wil die blokken niet voor Centeno. Oh. Weet je wat, Mick? Ik ga wel alvast bezig aan mijn dak. Dat is denk ik het beste. Ja, joh. Ga jij lekker verder met je dak. Maak lekker wat trapjes erbij. En dan ga ik gewoon door met hakken. En dan ik zie de show. Oh, Santino. Ja. Ik heb een hele zieke chest. Auw! Ik heb echt een hele lijpje. Oh, je hebt ook nog een wizard bij je. Oh, Mick, okay, ik ben geraakt door de wizard. Let op. Bap! Oh, kom op. Oh mijn god, heb jij een Triton? Ja, kijk. Oh nee. Oh, Mick, oké. Okay, ik heb hem al dood. Ik dood ga. Waar is, nee, ik ga dood. Waar is mijn Trident? Heb jij die? Nee. Ik heb hem maar 2 keer gegooid. Oh, wat? Ga ik niet dood? Ik heb hem maar 2 keer gegooid. Waar is mijn Trident? Nee. Is hij nu al kapot? Nee, hij ging niet kapot. Hij is gewoon weg. Huh? Heeft die heks hem meegenomen? Nee, hij is hier toch? Ik zie hem niet. Nee, je hebt hem hier gegooid. Oh, hij was gewoon gecamoufleerd door jouw blokken. Ik dacht dat ik hem kwijt was. Oké, deze gaat 100% lekker in mijn chest binnen. Zo, hopzakee. En dan hebben we trouwens... Oh, ik moet trouwens ook straks even mijn farm fixen. Maar dat doe ik wel een andere keer. Ik wil eerst even die blokken van jou. Ja, heel graag. Ik heb er nog ongeveer een stuk of 16 nodig. Oké, nou dan moet ik gewoon geluk hebben. Oh, er komt een upgrade. Oh mijn god. Oh nee, Mick, ja, upgrade. Ja, dat betekent trouwens dat we niet meer die blokken van jou krijgen waarschijnlijk. Oh, Mick! Dan kan ik mijn huis niet afmaken in deze stijl. Ja, misschien krijgen we het wel. Ik ben wel heel benieuwd wat de upgrade is. 30 seconden wachten, Santino, en dan gaan we het zien. Misschien krijgen we heel veel diamonds. Daar ben je er ook wel blij mee. Dan ga ik hem maken van diamond blocks. Ja. Dat zou wel een goede upgrade zijn. Oh, dat zou zo dik zijn. Oké, okay, nee. Ik ben de rijkste van de one block. Ja, nee, ik ben de rijkste. Hey. Nee. Ik heb dan een huisje van diamanten. Kijk wat ik trouwens ook had. Ik had een bucket of cod gekregen en een bucket of salmon. Dus hier kan jij misschien een visje voor krijgen. Oké, dan kan jij je eigen vishokje maken. En dan maak ik ook mijn eigen vishok. Ik, mijn hele huis is één groot vishok. Ja, daarom. Nou, dan kan hij daar. Oeh, chest can also appear. Oké. Okay. Hier zit een sapling en een apple in. Nou, dat. Ja, maar ik vind dat niet interessant. Ik weg ermee. En wat krijgen we nu? Oeh, wat? Oké. Dit is volgens mij de jungle dungeon staat in de chat. Dus we krijgen nu dingen van de jungle, zou je zeggen. Maar waar zijn de dingen van de jungle dan? We krijgen gewoon heel veel steen nu, of niet? Ik denk het wel, Mick. Ik denk het wel. Oh, ik weet al wat ik ga doen. Wat ga je doen dan? Ik ga mijn huisje half jungle, half zee maken. Hé, zo kan je het oplossen. Dat is misschien wel slim, ja. Dat is heel vet. Oké, ga jij lekker verder met dit. Ik ga trouwens nog even 1 ding doen. Jij had toch nog heel veel zand? Oh, we krijgen trouwens nog prison block. Oh joh, je kan het gewoon helemaal afmaken. Ja, oh, dat is mooi. Jij had toch nog best wel wat zand? Ja, maar ik weet niet meer waar ik dat in heb gedaan, Mick. Oh, je hebt het gewoon hier in de oven gedaan. Oh. Oh ja. Oké, ik leg hier de helft neer, want ik denk, ik ga gewoon even een leuke vishok maken. Ik vind dat wel leuk. Dan haal ik mijn bed even hier weg. Dan doen we zo. Doen we hier maar je mag niet mijn huis gebruiken, hè? Nee. Trouwens, ik ga mijn bed aan de andere kant zetten. Kiks aan. Boom. En dan gaan we hier mijn vishok maken. We doen zo. Boop. We krijgen een nieuwe soort hout bij, Mick. Wat krijgen we? Een nieuw soort hout. Volgens mij, even kijken, wat is dit? Dit is... Oh, mijn god, ik kan het niet vinden. Dit is... Nou, ik kan het niet vinden, Mick. Kijk eens, ik heb een visje. Oh my god, hallo. Ik ga even kijken. Oké, jongens, laat in de reacties weten hoe mijn vis moet heten. Kijk eens, wat leuk. Oh,
Ja, ik heb een hele leuke vis. Oh, wat lief. Ja, echt hoor. Oké, kijk. En de rest van een glas mag jij hebben. Hier, alsjeblieft. 23 glas voor jou. Kijk hier, kijk, aan. Ik heb dit voor je. Wat heb je voor mij? Oké. Een jungle lock. Nou, die leg ik gelijk in mijn chest. Dat is super chill. Weet je, Stilo, laten we gewoon nu jouw huis gaan afmaken. Ja, ja, ja. Dan zien we jullie zo, dames en heren. Oh, wat? Huh? Oh mijn god! Ik dacht, we gaan gelijk verder aan Santino's huis, maar we krijgen opeens 3 papegaaien! Wat leuk! Ja. Oh, ik vind het echt heel erg leuk, zo kleurvol! Oh, ik hoop niet dat ze van de One Block afvliegen, maar het ziet er wel heel leuk uit. Peter, blijf ze op het eiland! Ja. Oké, laten we nu jouw huis gaan afmaken. Ja, geen afblijving meer, we hebben genoeg blokken, let's go! Oké, Santino's huisje is gewoon helemaal klaar, Santino! Ja, is toch mooi geworden nog? Ik vind het gewoon echt wel vet. Kijk, heb je deze stijl en heb je deze stijl. Ik vind het wel echt heel leuk. Het geeft gewoon, ja, gewoon verschillende stijlen is veel leuker. Ja, ja, ja. Het is gewoon veel creatiever. Het lijkt ook niet echt op een aquarium, maar meer op een aquarium waar je in woont. Ja, precies. Ik denk dat je nog even wat chesten erin moet zetten. Heb je chesten toevallig? Ja, nou, die leg ik echt letterlijk net neer, Mick. Oh, kijk eens aan. En misschien nog wat toortjes kunnen we ergens fixen. Oeh, dat is slim. Die heb ik hier. Oh, je hebt al toortjes. Nou, hey, goed bezig. Ja, snelheid, hè? Ja, plaats die toortjes dan maar neer. Een crafting table heb je natuurlijk ook nodig. Dan nog wat toortjes erbij. En we hebben eigenlijk ook in de toekomst even nog wat schapen nodig. Want ik heb op dit moment geen schapen, dus we kunnen geen bed voor jou maken. Oh, dat is wel echt vervelend, hoor. Ja, dat is wel echt heel erg vervelend. Kijk eens aan. Nou, ik vind het helemaal perfect. Santino's huisje is helemaal af. Dames en heren, ik hoop dat jullie deze OneBlock aflevering leuk vinden. Duimpje omhoog, abonneer en Mick out.